Dreuzels en tovenaars opgelet. De film Harry Potter en de Half-Bloed Prins is eindelijk in de bioscoop te zien. Gisteravond was de grote première in Haarlem. De 12-jarige Danique was er ook bij. Speciaal voor het Jeugdjournaal gaat Danique de film eens kritisch bekijken. Wat verwacht je nou van deze film? Nou, best wel veel, want die andere film is ook leuk. Maar ik heb ook veel trailers gezien en deze blijkt natuurlijk ook heel erg groot te zijn. Even wordt Danique als een echte ster behandeld. Hoe spannend vind je het nou om op zo'n première te zijn? Nou, best wel spannend. Dat is nog nooit gebeurd natuurlijk. En dat ik al die bekende Nederlanders ontmoet en al die dingen. Ja, dat is best wel spannend. Op deze première zijn natuurlijk veel Potterfans en bekende Nederlanders. Nou, ik vind het altijd heel erg spannend. En dat maakt een soort van kind in mij los. Ik ben echt fan. Ik weet er echt heel veel over. Wat verwacht je nou van deze film? Dat die erg vet wordt. Natuurlijk vooral heel erg veel gevechten. Eigenlijk dat het alleen maar spectaculairder zou worden. En nog meer tovertrucs en dingen. Dat we een beetje liefde te zien krijgen. En zoenen. Denk je dat hij gaat zoenen? Ja, ik denk wel. Ik mag hopen van wel. Ja, toch? Lucien, die Fabian in het huis van Anubis speelt, is met een speciale missie naar de première gekomen. Dus ik probeer ook wel weer wat uit te halen voor Fabian uit deze film. Het romantische van Harry Potter, dat probeer ik dan misschien een beetje te pikken in Fabian, want die moet ook een beetje romantischer worden. Die is af en toe zo'n hork en hark in de liefde. In Harry Potter en de Half-Bloed Prins vindt Harry een oud en mysterieus boek. Hij gaat natuurlijk op onderzoek uit. The binding is fragile. The binding is fragile. Ja. Er wordt veel van de film verwacht. Effecten. Gevechten. En romantiek. En? Ja, dat is echt heel erg leuk. De special effects waren helemaal goed. Ze hebben goed gelet op hoe het boek ook gaat. Helemaal goed. Heeft Harry Potter gezond? Ja. Met wie? Met het zusje van Ron. Ginny Raymond. En heb je wat geleerd van een romantische Harry Potter? Ah, nou, inderdaad. De kusscène, die bouw je heel langzaam op. En dan net op het hoogtepunt dat je denkt van nu gaat het gebeuren, dan breek je hem gewoon af. In de grote kerk in Haarlem wordt nog even nagepraat over de film. Wist je bijvoorbeeld dat Harry Potter en de Half-Bloed Prins bedoeld is voor 12 jaar en ouder? Als schrikmomenten dus zelfs hele kleinere kinderen naartoe gaan, dat die wel vaak kunnen schrikken. Ik denk dat die... Ja, het is spannend voor 9-jarigen. En voor 10? Kan, maar dat vind je op het randje. De laatste scène heb je er meer met lijken. Dat is wel redelijk voor 12 jaar en ouder. Vanaf morgen is de film in bijna alle Nederlandse bioscopen te zien.